vind het gewoon zo luxe. Dit is het dus geworden, namelijk mijn onderrug. Dit met dit is fantastisch. Zo lekker genieten. Dus dat wordt nogal een dingetje. En mijn moeder die komt met allemaal spullen aan van 20 jaar geleden. Komt mijn moeder naar me toe dat ik voor 64 euro heb gebeld. Oh, wacht eventjes. Nee. Ik dacht, ik laat eens een keer zien wat ik aan heb. Lekker snacky. Wat is dit? Heb ik mee? Wat is dit? Oh, lekker. Black look en Lotte is de... Hoe noem je jouw look? Gewoon doorslikken. Heel goed gedaan. Die ene mooie teddystoel ophalen. Okay. Dat je ook heel je ruimte daarop kan richten. Ja, precies. Kan, Hallo. We gaan nu een weekendje weg. Of 2 dagen. Hadi heeft een wellness geboekt in Nijmegen. Sana Dome. Het ziet er echt heel erg chill uit. Dan mag je al de hele dag in de wellness en dan krijg je een massage. En dan gaan we om 7:30 lekker dineren. En morgen weer een hele dag wellness. En daar zijn we echt aan toe. Dus super chill. En nu koffie gehaald. Ik ga even een beetje opmaken, maar niet te veel. Want we gaan natuurlijk lekker naar de wellness. En dan gaan we lekker chillen. We zijn er. Kijk even hoe het chill. Dit is er al uit. We zijn er, het is echt heel chill. Het is gewoon heel goed geregeld. Je komt binnen, ik krijg het super duidelijke uitleg. Hier zitten we. Ja, het loopt gewoon heel soepel. Gewoon oké, dit, zo laat dit. We hebben 6 uur massage, 8 uur gaan we naar een buffet. Ik wilde eerst geen buffet, want dan eet je vaak te veel. Maar het zijn echt wel lekkere dingen, dus we hebben toch wel buffet gedaan. Echt lekker wat luxere hapjes en zo. We hebben een bandje, daar kunnen we overal in. We hebben badjas gekregen, slippers. Allemaal gratis, omdat je dus hier ook slaapt. En dit is de kamer. We zijn er echt net hoor. Gewoon best wel heel erg chill. Zo'n groot bed krijgen wij trouwens ook. En boxspring king size. Alleen deze is 20 centimeter langer. Maar het is heel grappig. Het voelt eigenlijk een beetje alsof je in een bejaardentehuis bent. Omdat het zo een soort verzorgend is. We hebben zelfs een balkon. Met best wel leuk uitzicht. Nou, helemaal chill. En ik ben ook vooral blij dat ik dit niet heb geregeld. Maar ha, echt heerlijk. Ik heb niks hoeven regelen. Love it. Lekker badpakje aan, slippers aan. Slippers mag je trouwens ook houden. Vet handig. En dan gewoon gaan met die banaan. Nice, handdoeken meenemen. Nou, ik weet niet wat dat zwart is, maar verder ziet het er top uit. Nou jongens, 7:15 en we zijn terug. Ik zal even vertellen hoe het was. Sowieso heel lekker dat we het raam open hebben gelaten, want daardoor is het hier eindelijk lekker koel. Eerst dachten we echt van, wat is het? Want er is maar 1 sauna en 1 Turkse stoommat. En er mogen maar 4 mensen tegelijk in. En het was echt heel druk. En voor de rest alleen maar baden. Maar het is dus wel thermaal. En het is allemaal hun eigen water of zo. Maar alsnog vonden we dat wel een beetje tegenvallen. Maar toen ontdekten we dus dat je ook nog dingen erbij kan kopen. Dus toen hebben we een... ik weet even niet hoe het heet. Een soort meditatie gedaan. En als je dat echt goed doet, wat wij nog niet kunnen. Dan staat het volgens India's mensen geloof ik gelijk aan 3 tot 5 uur slaap. En je moest op zand gaan liggen. Met wij een ander stel. En zij zijn ook yoga instructeur. Dus dat was wel heel grappig. Zij kon het echt goed. 3 kwartier lang. En dan was er een rood licht, een wit licht. En een stem die zei wat je moest doen. Dus al je vingertoppen, je hele lichaam voelen en bla bla. En je moest tegen jezelf dan zeggen, val niet in slaap. En mijn eerste gedachte was dus echt de slappe lach. Ik dacht, kom op Charlotte, je gaat het gewoon goed doen. Dus heb ik het gewoon goed gedaan. Want eigenlijk word ik daar heel awkward van en moet ik dus lachen. Maar ik ben alleen al trots dat ik dus gewoon het heb volgehouden 3 kwartier lang. Maar uiteindelijk ben ik dus toch in slaap gevallen. Toen je lichaam heel zwaar moest laten voelen in het zand van moeder aarde of zo. Toen ben ik dus wel in slaap gevallen. En toen was ik daarna helemaal moe, zoals voor powernap. En we hebben lekker even gewoon buiten nog drankjes gedaan en zo. Ik had een massage geboekt om 6 uur, een anti-stress massage. En het was echt geweldig. En die vrouw die ik had was echt fantastisch. Ze ging eerst mijn hele rug masseren. Onderrug met stresspunten en boven. En uiteindelijk je gezicht. Maar echt heel lekker met een schuim en warme doek. En dan die doek zo helemaal over je gezicht. En dan weer een laag en weer een laag. En toen ook met een soort spul ging ze mijn hoofdhuid masseren. En een beetje zo in mijn haar. En dat was echt heerlijk. En... dat duurde dus 50 minuten. Dat was echt top. Want ik heb nog niet echt vaak in mijn leven massages gehad. En ook nooit echt hele chillen. En die van haar was ook heel chill. En toen vroeg ik wat voor spul ze in je haar doet. En toen heb ik dat dus daar gekocht voor 12 euro. Want ik ben er helemaal door geïnfluenced. Door haar. Nou, niet door haar. Maar ik vond het... Ik zat daarna op haar te wachten. En toen dacht ik, wat voelt mijn haar lekker zacht. En dat is dus dit. Kost 12 euro. Het is alleen in beauty of in kapsalons te kopen, staat er. Cream Beauty Elixir for Hair. Doet het haar uitzonderlijk zijdezacht en licht aanvoelen. En geeft elasticiteit en een stralende glans. Dus, maar ik ga denk ik alsnog nu even douchen en mijn haar wassen. Nou, dus dat was de update. En straks gaan we naar het buffet. Tegenvallen. We gaan dineren. En ik heb best wel oké iets aan. En dan heb ik er deze schoenen onder. Echt mogelijk. Ik heb niks anders bij me.
En ik heb heel veel honger. En het is al bijna 8:30. Check this. Te cool met passion fruit. Nou, we hebben echt zo'n leuke avond. Ik begon een foto te maken van twee dames, twee meiden van 40 en 32. En toen ging ik tequila shirtjes aan ze geven aan het koor dat ze dat nog nooit genomen hebben. En toen zaten we de hele avond met ze te kletsen aan de bar. En nu is er niemand, er was niemand meer in het hotel. We hebben alleen maar met hun lopen kletsen en lachen. Dat was echt super grappig. En ze hebben echt heel lekkere cocktails hier. Nou, dat was het. Oké. Okay. 5 minuten geleden opgestaan en nu gaan we naar het ontbijt. Wij zijn altijd verrot als wij ergens zijn, zelfs in de wellness. Omdat we dan gewoon zo leuk vinden om drankjes te doen en laat naar bed te gaan. Het is nu weer 5 uur geslapen. Kijk, hoe een chill ontbijt. Biologische yoghurt met suikervrije granola, walnoten, vers fruit, eitje. Nou, spullen hier gezet. En nu gaan we weer... Een dagje wellness doen. Kijk, even hoe lekker. We zijn nu uit de wellness. Ik heb een koffie met kokosmelk. Hij heeft dubbele espresso. Ik krijg lekker watertje erbij. We zitten hier. Het is echt een cadeau. Mm. We zijn om 10:00 thuis. We gaan nu weg 9:15. Dat is echt heel chill. Maar het is wel dus echt super prijzig. Want je bent voor een nachtje €500 kwijt. Met dus een massage en een ontbijt en een buffet. En de wellness 2 dagen. Maar dan komt er ook nog €400 bij aan wat we... natuurlijk hebben we gedaan nog en de drankjes en dat soort dingen. Dus, maar het kan echt wel goedkoper, denk ik. Maar het was wel heel chill. We zijn echt helemaal tot rust gekomen. Ik denk als we nog een dagje hadden gedaan, was het echt perfect. Maar ja, we hebben wel alles eruit gehaald in principe. Vandaag hadden we dus Sabia Met of zo. En gisteren hadden we die Yoga Nidra. En het was eigenlijk hetzelfde, die ligt op zand. Maar dat yoga was met een soort stem, dat je dingen moest doen. Een bepaald licht. En dit was alleen maar licht en muziek. Maar volgens mij was het hetzelfde licht. Maar ze zeggen dat het vitamine D licht is. En bij beide ben ik dus in slaap gevallen. Dus dat zegt ook wel wat. Heerlijk. Want ik kan normaal niet echt powernappen. En we hadden Razul gedaan. Dat vind ik niet echt een aanrader. Moesten we eerst disposable underwear aantrekken. Echt hilarisch. En één man ging gewoon in zijn blote ding. En dan moest je insmeren met 3 soorten klei. Witte klei op je gezicht en hier... Lichtbruin hier en zwarte klei helemaal onder. En dan een half uur een soort van stoomding. Maar je glibberde helemaal weg. En dan moest je daarna met scrubzoutjes scrubben. En met olie inmasseren en douchen. Maar het klinkt lekkerder dan het was. Het vond ik niet heel leuk. En die massage was gisteren dus echt super lekker. En het ontbijt was heel chill. Het bed was heel chill. Het avondeten niet heel bijzonder. Maar wel echt, je zit gewoon heel lekker. En het is gewoon echt wel een tip. Dus... Ik wil zeker meerdere wellness gaan uitproberen. Want het is wel echt alsof je er even ja, tussenuit bent. Anders dan een normaal hotel. Het is wel een ervaring als je dit nooit doet. Dus ik ben wel blij. Ik wou even zeggen dat ik me nu minimum voelde dan toen we in de auto stopten. En dat het echt heel leuk was. Doei! Hallo, het is maandagmiddag. Ik heb een chill ochtendje gehad, een beetje gewerkt. En nu ben ik bij de Bouwhof. Hier zo. En ik ga even bureaupoten halen, want ik heb gisteren met haar een bureaublad gehaald. Dus nu de poten. Dit is echt zo geweldig. Zo koop je nooit meer te veel schroeven. Of verkeerde. Echt heerlijk. Hallo? Haal ik ook eens een keer eventjes wat bij de McDonald's? Ga je gewoon hier zitten? Ik hou echt van vogels, maar ik vond het best eng, dus ik had mijn raam dicht gedaan. Je bent best wel cute eigenlijk. Ik wil niet dat je in mijn auto gaat. En je mag ook geen kipnuggets, want dat is super slecht voor je. Is iemand het ooit meegemaakt? Het is gewoon te chillen. Hi. Oh my god, doe eens normaal. Wat is dit? Is dit normaal? Hallo. Hallo. Super brutaal. Ik heb nog nooit van zo dichtbij jou gezien. Verder heb ik even gekookt als een wifi. Want hij is op zijn werk. Dus ik dacht, dan heb ik vast het eten in de pan. En dan ga ik nu even die poten erin schroeven. En dan komt hij straks voor mij om een stukje uit te zagen. En ddan heb ik een bureau. Ja. Yeah. Kijk, ik heb 5 van zulke poten. Ik heb maar 4 kanten gedaan, want rond waren er geen 5 meer. En ik dacht, dat is misschien wel mooi. En dan ook deze dingen die je erin kan draaien om het misschien nog hoger te zetten. Maar ik weet niet of dat lelijk is. Anders draai ik het er gewoon helemaal in. Nog van die soft close dingen voor die kast. Ik wou van die dingen die IKEA altijd geeft. Van die doorzichtige plastic. Maar hij zei dat de chillers. En hier precies 20 schroefjes. Helemaal perfecto.
Zo ziet het er hier nu uit. Ik heb besloten om een plank daar te doen. En dit is hem van de Praxis. Normaal 86 en nu heb ik 20% korting. En ik vind hem wel cool. Het is gewoon eiken. Ik vind het nog mooier als je niet van die strepen had gezien. Maar ik vond hem gewoon prima. Hij is niet heel erg dik. En hij gaat dan voor mij hier zo'n gleuf zagen. En dan komt hij precies zo. En ik heb nog 3 plankjes van Ikea. Die ga ik er nog in doen. Maar ik ga eerst even die poten doen. Want dan kan hij ook straks voor mij verder met die gleuf. En laten we even kijken wat de stucadoor heeft gedaan. Hij is dus niet heel snel. Want hij werkt maar tot 2 uur. En hij werkt ook niet zo snel. Het is wel een wat oudere man, maar volgens mij is hij wel echt goed. Oh, dit heeft hij vandaag gedaan. Gisteren had hij dit al gedaan. En vandaag heeft hij dus duidelijk dit gedaan. Maar wat ik wel altijd denk van... Kijk, die vlek, als je die laat zitten. Waarom haal je hem er niet meteen af? En die vlekken op de ramen. Waarom haal je die er niet meteen af? Want oké, dit gaat er gelukkig wel af. Mooi dakterras, hè? Ze zeggen altijd, zorg dat je dit soort dingen aan het begin doet. Want mensen maken er gewoon een zooi van. En dat is wel zo. Gelukkig hebben we de vloer heel goed afgeplakt. Zo. Maar dit is dus al de 6e dag. Oh, heeft hij dit ook gedaan? Oh, dat is nice. Dit heeft hij al gedaan. Maar hij zou volgens mij donderdag of zo boven beginnen. Maar dat heeft hij nog niet gedaan. Toch? Nee. En ik had net weer zo'n vet raar marktplaats iets. Ik wil dat soort dingen ook op mijn Insta. Maar ik zal het hier ook heel kort even zeggen. Iemand had me echt zo 5 juli of zo gevraagd om een matras te kopen. En toen zei ze van, moet het op 19 juli zoals in de advertentie staat? Zei ik, ja, het kan ook eerder. En sindsdien had ik niks meer gehoord. Kreeg ik zaterdag een berichtje, hallo, we hebben een aanhanger gehuurd voor 100 euro. Je was er helemaal niet. Wat ga je nu doen om dit op te lossen met een foto van mijn ding waar ik woonde? Ik had nooit een adres gestuurd, maar je kan dus blijkbaar je postcode zien. Maar alsnog, we hebben nooit iets afgesproken, ze heeft nooit meer gereageerd. En het moest voor 19 juli opgehaald worden. Dit was echt 1 augustus of zo. Dus vet creepy. Echt creepy mensen op Marktplaats hoor. Nou, het was nog best wel veel gedoe. Maar nu hebben we ontdekt hoe het moet. Ik heb dan de gaatjes afgetekend. Haal die boord even met een 3 mm boor. Ik durf niet op een bank te diep gaan. Dat is echt iets voor mij. En dan schroef ik ze er gewoon in. Met de hand. Net als ik heel dom had ik het hier gedaan. Terwijl dit rechtsachter wordt. Dus. Maar die ging ook mis, want een stukje boor bleef in het hout zitten. Dus, maar beter dat het eigenlijk het foute stuk was. Want dat stuk wordt dus afgezaagd, want dat is dit stuk. En hier is dus een stuk metaal in nu. Maar goed, nu weten we hoe het moet. Dus nu gaat het goed. Nu ga ik dus hier weer het erin schroeven. Deze gaat een beetje scheef. Van dat. Dat je nu scheef hebt gehad. Oké, echt 1,5 uur later of zo heb ik mijn telefoon. Maar het was niet telefoon ophalen en klaar. Het was echt best wel uitgebreid. Ik dacht, ik ga niet te lang nadenken. Ik ga er gewoon voor. Ik heb nu 128, geloof ik. Toch? Ja. Ik heb 128, 256 en 518. Wat zei ik net? Dus daar ben ik voor gegaan. Nooit meer gedoe met geheugen. En deze was gewoon al een beetje oud. Hij ziet er nog oké uit, maar hij is gewoon snel leeg. Ik heb nu de iPhone XR. Snel leeg, mijn geheugen is altijd vol. Ik betaal 10 euro per maand extra voor geheugen, weet je wel. En de camera is echt niet goed. En ik wil gewoon... ik ga natuurlijk ook minder werken. Dus ik wil gewoon ook een goede telefoon hebben voor mijn social media. Met een goede camera, die gewoon lekker snel werkt. Ik heb nu een onbeperkte bundel gedaan. Ik ben gewoon helemaal losgegaan. Nou, nu rijd ik naar Hadi, die is klaar met werken en dan gaan we nog even naar... We zouden nog even naar meubels gaan kijken, maar ik heb niet zoveel zin meer. Maar we gaan het wel doen. Oké, ik ga hem even unboxen, maar niet te uitgebreid, anders gaat dit veel te lang duren. Het ziet er echt al heel anders uit dan alle vorige iPhones die ik heb gehad. Die zit altijd in een wit doosje en het voelt echt heel chic. Bizar. Grappig, want ik geef helemaal niet zoveel om hele luxe apparatuur of zo. Maar ik neem dit gewoon omdat ik weet dat het heel goed is. Maar dit is eigenlijk echt heel bizar dat ik dit nu in mijn handen heb. Wow, hij is wel echt heel mooi. Ik zag hem in de winkel en toen vond ik dat gouden wel heel heftig glimmen. Maar dit vind ik wel echt super mooi. Het is gewoon een soort beige. Oké, zo is het iets beter. Super mooi zeg. Maar ja, ik gebruik altijd een hoesje. Dus je ziet eigenlijk nooit hoe mooi die is. Ik vind het eigenlijk, kijk ook naar mijn nagels. Dan denk ik, dat past toch niet bij mij om nu zo'n mooie telefoon te hebben. Maar meestal zien mijn nagels er wel netjes uit. Maar ik vind het gewoon zo luxe.
Ik moet trouwens ook naar een nieuwe computer en een camera en alles nieuw, maar de verhuizing is ook al heel duur. Oké, let's to be continued. Ik ben nu zo chagrijnig. Wat erg. Ja, ik ben letterlijk al de hele dag bezig mijn poot te zoeken. Het is er gewoon niet. Alles is slecht. Het voelt slecht, maar zoek ik recensies op zeggen, het is super slecht. Hoe kan je dan ooit een eigen bureau maken als het zo slecht is? Word je zo geïrriteerd van? Rijd ik hierheen, 4 op voorraad, van als er best wel zware, kom ik hier, zijn er maar 2 waarvan 1 gekrast is. Ergens anders ook weer, klopt de voorraad niet. En dan lees ik een review, is het, schijnt hij toch heel slecht te zijn. Jeetje, wat is dit ontzettend... Ik word gek. Geen zin meer. Nou, alle boten zijn er weer uit. Het was ook echt een half uur werk, want die schroeven zijn echt helemaal kapot. Dus je kreeg het er bijna niet uit. En nu maar hopen dat ik hem mag terugbrengen. En dat ik goede poten vind. Jee. Deze is ook heel erg goed te doen. De Wonder Weeds. Had ik niet verwacht. Hallo. Wow, dit licht is echt fel. Ik heb een bureau en ook nog eens met perfect licht. Want ik zit voor het raam. Maar het is bijna te licht dit. Dit is het dus geworden. Ik vind het echt helemaal perfect. Ik zal even uitleggen. Dit is dus een blad van... 2 meter breed. Of eik of beuken. Weet ik even niet. Je had 2 soorten van de Praxis. 2 meter breed. 60 diep. En dit weet ik even niet uit mijn hoofd. Dan hebben we... Hij heeft hier voor mij dit eruit gezaagd. Wat is perfect voor die buizen. Maar wat ook nog... Wat ik niet eens van tevoren had bedacht. Perfect uitkomt. Zodat ik allemaal stekkers daar naartoe kan laten gaan. Want hier is ook nog eens een stopcontact. Deze poten zijn van Praxis uiteindelijk ook. En ik had er 20% korting op. Maar welke zijn dit? Ja, je kan ze wel herkennen. Deze dikte. Volgens mij niet die van Duraline, of wel? Eentje die verstelbaar is van 60 tot 110 in ieder geval. Je hebt maar 1 soort. Zo ziet hij eruit. Die is wel gewoon stevig. We zijn voor 2 gegaan. En dan kwam hij met het idee om hierachter van die plankendragers te bevestigen. Gewoon simpel ook van de Praxis. Met schroefjes. In de muur geboord en in de plank geboord. Een beetje gekke plekken, maar... Die had uiteindelijk misschien iets meer naar rechts gekund. Maar het was een beetje geklooid met die radiator. En daar op het einde nog eentje. En daardoor zit hij gewoon perfect vast. Echt super blij. En ziet het er ook gewoon mooi uit. En hier sluit hij gewoon mooi aan tot de muur. En hier een heel klein gaatje. Maar dat is helemaal prima. Want ja, anders moest hij 2x2 zijn. En dat was hij niet. En ik vond het zonde om een plank van 2,50 te nemen. Om dat voor 1 centimeter dan helemaal af te laten zagen. Ik vond het helemaal goed. 3 uur, chill. Misschien had ik er toch voor moeten kiezen om het via iCloud of zo te doen. En dan was het in een kwartier klaar. Want nu kan ik 4 uur lang niet op mijn telefoon. Ik doe nu trouwens dus echt best wel prijzigere cadeautjes overal bij. Ik weet niet voor hoe lang ik dat blijf doen. Maar mocht je deze vlog zien en je bestelt iets, zet gewoon even in de comments. De vraag of je er ook een mooi item bij mag krijgen. En dan doe ik dat sowieso. Ik bedoel dus trouwens in het opmerkingenveld bij je bestelling. Niet in de comments hier op YouTube. Kijk even wat voor geweldig outfit iemand heeft samengesteld. Ik neem aan dat ze dit wil gaan combineren. Zo geweldig. Soms bestellen mensen iets en denk ik, oh girl, goed bezig. Vet leuk, hier had ik nog niet eens over nagedacht. Deze combi. Maar ja, deze zijn wel bijna op, want die zijn al wat ouder. Heel leuk. Ik heb volgens mij nog 1 ml. Kijk even wat voor leuke ijsjes ik bij de Lidl heb gekocht. Ik film het even op de auto, want ik ga die doos even hier weggooien. Pina colada, hier zit ook 2,7% alcohol in. Heel lekker lijkt dit me, echt wauw. En dan vegan ijs, wat ik laatst ook had van dat duurdere merk. Ze hebben echt een vegan lijn nu bij de Lidl. Geweldig. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Ik ben eerst bij de Lidl geweest. En vroeger kwam ik daar natuurlijk echt elke week. En nu denk ik al een maand niet. Dus ik vond het heel leuk. Maar ik ben expres niet langs alle schappen gelopen. Maar ik heb wel 2 tassen vol. Ik dacht, ik koop weer eens een keer zo'n shampoo. Om te kijken of mijn haar daar wat minder dood van gaat. Dan al die zilver shampoo. En ik wilde deze crème uitproberen. Weer de ginger shots. En 1 kurkuma. Deze lievelingsmelk. Dit heel benieuwd naar, want misschien kan je hiermee dus mijn lievelingsdrankje maken, namelijk Scorpino. Ik denk als je hier Prosecco en vodka bij doet, dat het Scorpino is en dat zou echt geweldig zijn. Dit wordt het eten en volgens mij duurt het best wel lang voordat het gaar is, dus terwijl we wachten, kunnen we even dit eten. Zo, zoete aardappelfrietjes zitten erin. Ik heb dit volgens mij nog nooit gemaakt, maar ik heb verse knoflook, olijfolie, cayenne, of wat is het? Ras el Hanoumix, paprika poeder... Smoked maldonzout. En nu ga ik deze burgers bakken. Vegan burgers. Oh nee, vega. In boter. Dus totaal niet vegan. Maar in die truffelboter. Lijkt me echt heel lekker. Kan iemand mij vertellen wat ik anders moet doen? Want het is net pompoen geworden. Het is gewoon helemaal zacht. Het is niet knapperig. Terwijl ik ze best wel goed verspreid had.
perfect. Het is gewoon zacht. En het heeft geen knapperig randje of zo. In de oven gedaan dus. Oké, nou, het is uiteindelijk nog wel best bijzonder. Want ik heb ook nog een soort van viskruidachtige mix hier doorheen gedaan. En dit is dus met truffel. En dit is met allerlei kruiden. En hier heb ik een guacamole gemaakt nog. Van vers avocado. En dan een tomaatje erdoor. En uien, chutney, en limoen. Allemaal rare kruiden. Dit nog echt van alles en nog wat. Maar daar is hij een beetje zoetig. En het past heel lekker eigenlijk hierbij. Dus het is nog best lekker geworden. Hallo. Ik ben in Pijnakker. Ik heb nu die afspraak voor mijn rug. Ik heb het verteld, toch? Ik weet het echt niet meer. Omdat ik niet heel vlot weet ik niet meer zo goed wat ik nou heb verteld. Maar het is nog even 3 minuten te lopen. Het is 5 voor. Dus ik ga. Ik ben trouwens zo blij met mijn telefoon. En volgens mij moet ik daar echt helemaal met natuurlijk blote rug en in mijn BH liggen en zo. Ik ben zo benieuwd. Maar als je gaat vragen stellen over mijn rug, vind ik het lastig. Want ik weet niet allemaal heel goed precies wanneer en hoe lang ik er last van heb. En nou ja, dat denk ik altijd. Als ik eenmaal praat, dan komt het wel goed. Ik heb even lekker mijn haar gewassen en ik ga nu. Ik zal het jullie laten weten. Oh my god, ik kan wel huilen, hè? Die man was aan het praten. Ik werd helemaal bezweet. Ik kon wel huilen van de emotie. Dat is echt bizar. Ik ga het even opnemen voor haar en mijn ouders. En dat ondertussen filmen, want anders loop ik het dubbel te vertellen dus. Oké, nou, ik ben net dus bij de shiatsu man. Oh, ik moet recht zitten. Geweest, ik kan echt wel janken. Dit mag dus niet wat ik nu doe, ik moet hem zo zetten. Hij vroeg, eerst wat hij vroeg over sporten. Het dansen, nou niks echt vast of zo. En toen kwam ik bij skiën en zei hij, ja, dat is het, skiën. De ergste rugblessures komen door skiën en voetbal. Toen zei ik dus dat ik ook nog eens mijn been heb gebroken. Nou, toen vroeg hij al niet eens meer verder. Toen ging het belletje al rinkelen. Toen zei hij, ga even staan met je rug naar mij toe. Naar voren buigen en weer naar achter. Naar voren buigen en weer naar achter. 4 of 5 keer. En toen zei hij, ja, ik zie het al. Sowieso zei hij dat het voor mijn leeftijd echt heel erg is. En dat, ik baal soms zo dat ik niet alles meer weet. Dat je dingen vergeet, concentratieproblemen als er muziek aan staat, dat je niet kan concentreren. Ik heb een concentratieprobleem, maar hij zei, ja, dat heeft hier niet mee te maken. Dit komt allemaal vanuit je rug. Dat je naar de keuken loopt en denkt, wat was ik ook weer aan het doen? Komt allemaal vanuit je nek. Dat je hoofdpijn hebt sinds kort, of sinds een paar jaar. Ik zo, oh my god, dat heb ik inderdaad. Alsof ik bij een waarzegger zat. Hij zegt, ja, dat weet ik, dat zeg ik, dat je dat hebt. Ik vraag het niet. Hij weet gewoon wat hij zegt. Dat komt ook hierdoor, wat komt allemaal door je nek, want het staat scheef. Dus dat je vergeetachtig bent, dat je straks lijkt op een 90-jarige vrouw qua geheugen als het zo doorgaat. Het is dus al 20 jaar geleden zo. Ik heb een foto gemaakt van wat hij zei, maar dit. Nou, hij heeft dus een plaatje van mijn rug getekend en dan je billen. En dat staat al scheef en dan zie je in plaats van alle ruggenwervels recht, zie je alle ruggenwervels scheef staan en dan zeg maar rechts omhoog, dus links laag, rechts hoog, helemaal tot aan mijn nek. En vanuit het begin dan bij je stuitje, en ik zei al van ja, vroeger had ik vet vaak last van mijn stuitje, ik weet het niet eens allemaal meer, maar hij weet het wel allemaal, hij heeft allemaal termen opgeschreven. Mijn rechtervoet staat scheef, hij zegt kijk maar, die valt naar buiten toe, ik heb ook een rechterkommeté, misschien heeft dat er ook wel weer mee te maken. Maar dit staat scheef. Dit ene hoort langer zijn dan het ander. Bij mij was het andersom. En nu heeft hij het recht gezet. En hier ook. Het enige wat goed was, is mijn linkerbeen. Dat was even 20 minuutjes of zo. En toen heeft hij, dat is dus 50 euro. En toen zei hij, wil je dat ik je ook meteen behandel? Ik zo, ja, hij zegt, dat is nog 48 euro. Dat duurde letterlijk nog geen 5 minuten. Dus dat is, hij verdient echt heel goed geld hiermee. Maar goed. Volgens mij is het dus niet verzekerd. Hij heeft toen bij mijn polsen hier een paar keer gedrukt. Zeggen dat ik hier ook echt wel vaak last van mijn pols heb. Bij de zwakke pols. Een paar keer gedrukt. Het zo opgeschoven. Hier ook. Hier in mijn nek iets. Bij mijn voeten wat. Echt niet heel erg veel. Niet extreem gekraakt. Gewoon kleine dingetjes ook. Tsk, tsk, tsk. En hij zei ga maar staan. Je voet staat nu recht. Je rechtervoet. Voor mij rechts dus. Dus ging ik staan. Ik zeg wow. Het voelt alsof mijn voet rechts nu lager zit dan eerst. Het is echt zo bizar, maar ik kon wel huilen. Ik weet niet, ik heb niet eens meer alles onthouden. Maar bij alles wat hij zei, dacht ik, oh my god. En hij zei, ja, ik adviseer 6 à 8 behandelingen. Dat zeg ik nooit bij jouw leeftijd. Hij zegt, ja, ik heb het wel eens eerder gezegd bij iemand, maar meestal nooit. Het is best wel heel erg wat je hebt. En je hebt het dus al 20 jaar. Het wordt alleen maar erger. Het is allemaal heel erg logisch. Ik moet nu 6 weken lang, mag ik niet op een bank zitten, echt huilen. Want ik zit het liefst altijd op de bank. En zeg, ja, het liefst zit je links in de hoek.
Want daar is het lekker hoog. En dan compenseer je, nou ja, alles wat zij klopt met lekker kussentjes hier. En je doet je voeten altijd zo over elkaar heen. En je zit graag kleermaker zit. Ik zo, ja, dat klopt allemaal. Nou, dat was alsof ik bij een heel helderziende zat. Ik mag alleen nog maar symmetrisch zitten. In de auto dus ook. Kijk, of ik mijn rug bol hou of hol, maakt niet uit. Maar het moet symmetrisch zijn. Voeten gelijk. Ik mag dus niet mijn voeten zo over elkaar doen. Niet in je voeten onder je lichaam een kleermaker zit. Ik mag wel op de grond zitten. Wel met opgetrokken knieën. Dus dat is dan letterlijk de enige houding die ik me nu kan bedenken die geen pijn gaat doen. Dat mag dus wel, met opgetrokken knieën zitten. En ik mag wel bijvoorbeeld in een lichtstoel die Haden op zijn balkon heeft, zeg maar, mag ik dan wel gewoon in liggen. Dus dat is ook nog wel lekker. En gewoon in bed. En hij zei, je mag niet meer je hand hier bij je gezicht leggen of iets anders daar leggen. Ik zei, hoe weet je dat? Zo, ja. Ik zeg, ik leg altijd een trui hier of een kussen. Of als iemand zijn handen legt, vind ik het heerlijk. Ja, want dan kan je lekker leunen, want je hebt last van je nek. Mag je niet meer doen, want in de nacht is dat super slecht. Hij zegt, oh ja, hij zei ook, je komt bijna nooit in je remslaap. En je wordt heel vaak wakker in de nacht. Allemaal door deze klachten. Daardoor ben je heel vermoeid. Ik zo, ja. Zei ik, ik slaap inderdaad slecht. Of ik slaap inderdaad niet goed. Zei hij, ja, je slaapt wel. Maar inderdaad niet goed. Dus je slaapt gewoon, maar je slaapt niet diep genoeg. En daardoor ben je altijd moe. Dus het was alsof ik bij een helderziende zat gewoon. Het is echt zo freaky. Ik geloof ook helemaal in deze man. Hij heeft nu dus al meteen dingen rechtgezet. Nou, ik kon wel janken. Want ik zei al, altijd als ik ergens kom, heb ik niks. Had hij nog iets gezegd? Iets met heupen kunnen gaan slijten. Nou ja, je kan daar je benen gaan trekken. Je krijgt inderdaad, dat heet het, scheuten. Tekenen die precies de plek vanuit waar ik altijd pijn heb. Namelijk mijn onderrug. Nou ja, alles wat hij zei klopte. Bizar. Ik kan nog zeggen, oh ja, hij zei in 2 maanden, als je elke week komt, kan je dus klaar zijn. Hij zei niet of je dan daarna nog jaarlijks moet terugkomen, maar dat had ik op internet wel gelezen. Maar hij zei, dan is het gewoon goed. Het is gewoon behandelbaar. Aan het eind van het traject, als het allemaal heeft geholpen, dan moeten jullie allemaal naar die man toe gaan. Jeetje, ik noem nu nog even niet zijn naam, want dat vind ik ook raar of zo om dat te noemen. Maar toch, ik noem nooit echt naar wie ik ga. Maar als het helemaal top is, zal ik dat zeker zeggen. Ik heb trouwens wel besteld bij Tommy Hilfiger in de sale. Ik ben heel benieuwd of het dat voor me gaat zijn. Dit, een geweldige trui. En nog een, die zag ik bij Joey op Instagram. Eigenlijk voor mannen. Dit jasje, oh my god. Oh my god, groot volgens mij, maar heel leuk. Geweldig of niet? Ik heb nog niet gekeken. Ja, te groot hè? Of sowieso op deze outfit. Maar is te groot, denk ik. Maar hier valt het wel mee. Zou die korter zijn als ik een M neem? Ik vind het zo leuk, maar ja, hoe combineer je dit? Oh, ik moet recht staan. Niet vergeten. Zo benieuwd naar deze. Ik vond hem zo geweldig. Misschien moet ik ook even in een spiegel kijken in plaats van alleen maar mijn camera. Ik draag wel vaker crop dingen, maar dit is wel heel erg cropped. Nou, ik ga er gewoon rustig over nadenken, maar hij is echt amazing. Zo leuk. Misschien moet deze zelfs wel een beetje groter. Nee. Oh, wat leuk. Ik vind deze wel te lang. Oh my god. Ik weet zo erg wat leuk is, maar ik vind het bij mijn lichaam altijd weer niet leuk staan. Bla bla bla. Vind ik dit dan weer niet mooi. Ik mag het zeggen als mijn eigen lichaam. Dit met dit is fantastisch met een witte skinny eronder. Maar dat vind ik bij mij niet mooi staan, denk ik. Nou, ik ga er even over nadenken, want ik word hier zo blij van. Van dit soort kleuren. Niet normaal. Zo geweldig. Oh my god, huilen. Het jasje is alleen nog maar een L en XXL. En ik zat net in de spiegel te kijken en dacht, ja, hij is echt te lang. Maar ik hou hem dan wel. Ik vind hem te geweldig. Het is helemaal mij. Ik moet ineens hoesten. Ik hoop dat er wat alles vrij is nu door mijn ribben of zo. Ik heb dus niks gevlogd gisteren. Volgens mij is het laatste dat ik heb gevlogd dat ik van shiatsu kwam. Als je me op Insta vlogt, heb je het al gezien. Maar gisteren, ik heb niet kunnen vloggen. Ik werd echt letterlijk doodziek. Ik kon echt niks. Ik kon fruit eten. En een fruitijsje. En dat was het. Ik werd na de shiatsu heel moe. En toen in de avond voelde ik me echt slecht. En toen werd ik in de nacht echt super ziek. En was ik gisteren de hele dag ziek. En toen Haat thuis kwam van zijn werk echt om 6:30 pas of zo. Toen ging het iets beter. Maar nog steeds ziek. Maar dat ik wel gewoon kon eten weer. Dus het was echt 24 uur helemaal dood.
Letterlijk, niet normaal. Ik heb alleen maar geslapen de hele dag. Met af en toe dan 5 minuten wakker en weer slapen. Gewoon alleen maar geslapen. Je had Zoeman gebeld. Hij zegt dat je niet zieker van kan worden. Dat was echt niet normaal hoe ziek ik was. Maar alsnog blijf ik gewoon de hele dag thuis. Dus dat wil ik even zeggen. Kijk nou hoe leuk. Ik ben gevraagd voor een samenwerking waar ik niet voor betaald krijg. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Omdat ik, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, echt heel weinig perspakketjes ontvang. Al best wel lang. Dus ik was hier blij mee. Ik krijg dus steeds een box. 1 keer in de 3 maanden. Van Boots. Met allerlei producten. En die laat ik dan aan jullie zien in mijn weekvlog. Zoals nu. Dit is de eerste die ik krijg. Let's see. Dit vind ik sowieso altijd echt geweldiger uitzien, dit merkje. Ik heb hier zelf wel vaker producten van gekregen. Hair scrubbing down to a fine art. Summer scrubbing, cooling body scrub. Oh, ik hou heel erg van scrubben en ik hou heel erg van verkoelende effecten. Dus dat is echt iets voor mij. With naturally exfoliating coconut shell. En dan nog iets van het leuke merk. Een moisturizing body oil. Oh, dit vind ik dus heel erg chill. Want dit is inderdaad, mooie nagels, een heel klein beetje olieig, maar vooral echt gewoon super licht. Met vitamine E. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Oh, hier. Met deze twee producten ben ik in ieder geval super blij. Dan hebben we nog hydrogel eye masks. Nou, dat is altijd super handig. En een mascara. Het lastige bij mascara is altijd dat ik eigenlijk alleen waterproof draag. Omdat het enige wat mijn wimpers mooi houdt. Maar deze ziet er wel heel tof uit. Ik gebruik altijd eigenlijk siliconenborsteltjes en altijd waterproof. Dus ik weet niet. Dit is dan zoiets wat ik dan het liefst aan een vriendin weggeef of zo. Vind ik het zonde om het zelf te gaan gebruiken. Maar hij ziet er wel echt super chill uit. Fuller, longer looking lashes and a wide awake curl. Enriched with shea butter, vitamin E. Dan hebben we hier nog een fixing mist. Dat vind ik ook altijd echt heerlijk. Ik ben sowieso gek op sprays. Gewoon lekker op mijn gezicht. Lekker refreshing. Is dit voor na je make-up, neem ik aan, toch? Ja. En dan nog een klein pakketje. Hydrate Glow Collection. Een Water Surge Gel. Wat is dat? Smooth onto face and neck after cleansing. Ik heb toevallig net bij de Lidl een water-based dagcreme gekocht. Ik hou heel erg van dat lichte gelachtige. Dus misschien vind ik dit ook wel heel chill. En dit is een Overnight Recovery Gel Cream. Pollution Shield Technology. Dit is die Overnight. Heel zacht. Echt waterdun, maar zo zacht. Kijk, hier staat nog wat over de Hydrating Glow. Sensitive skin. Nou, superleuk. Dit was dus het eerste pakketje. En dan over 3 maanden ontvang ik weer een pakketje. Oké, het is weer Crisp time. Ik wou dat ik gesponsord werd door Crisp. Maar nee. Maar ik gun Crisp deze promotie wel, want ik hou van Crisp. En wat ik echt geweldig vind, is dat van die dingen in zakken zitten. Echt alsof je het dus zelf bij een groenteboer of zo heb gehaald. Ik heb namelijk gember. Hier zitten pruimen in en het ziet er echt amazing uit. Alles is gewoon love it, gewoon in die papieren zakken. Ik heb een aantal dingen die ook in de aanbieding waren. Dit. Maar ik ben echt verbaasd dat de crème fraîche er al in zit. Want die wordt dus ook helemaal warm. Maar hoe lekker. Gepofte zoete aardappel met limoen, bos, ui en zure room. Dus voor het eerst dat ik zo'n maaltijd bestel. Ik heb een kokosnoot. 2 van deze waren in de aanbieding. Lijkt me ook echt heerlijk. Lavendel limonade. Deze, het merk ken ik, maar ik koop het nooit. Het boekweit en chia crackers. Kokosmelk. Ik ben benieuwd of die lekker is. Die vorige die ik had was echt niet lekker. Rijstwafels. Hier zitten snackkomkommers in ofzo. Niet heel bijzonder. Niet echt hard ofzo. Maar maakt niet uit. Chips. Want ik dus een nieuw account heb, ook dit er weer bij. Echt geweldig. Dit kokoswater was niet normaal lekker. Echt duur, maar geweldig ook. Dit was een aanbieding. Vegetarische boerenbox. Moet de vriezer in. Die roomkaas leek me heerlijk. 2 van die Madame Kokos. Kokosmacaroni met wit chocola. Geweldig. Dit leek me ook echt te geweldig lekker. Truffel en parmezaan. Rusty. Nou, heerlijk. En dan denk ik van ja, dit is helemaal niet zo duur trouwens. Volgens mij was het niet 6 euro minder. Je hebt maaltijden voor 6 euro. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk helemaal niet duur. Als je dat in huis hebt en niet gaat bestellen, scheelt het je echt gewoon een derde van de prijs. Ook fantastisch. Ik dacht dat het dus 1 stukje cheesecake zou zijn. Maar het is dus een hele cheesecake. Dus wat ik hiermee moet, weet ik niet. Maar geweldig. 4,50 geloof ik voor een hele cheesecake. En dan nog
vegetarische kipfilet van een merk die ik niet ken met op basis van kippeneiwit. En nog 2 crackerdingen. Ja, ik hou echt van dit, want ik hou gewoon zo van nieuwe merken ontdekken. Oh, dat is zo lekker. Eten jullie wel zo'n Piel de Sapo meloen? Volgens mij is dat echt een underrated meloen. Hij is zo lekker. Ik heb ook echt een goede uitgekozen. Mmm. Kokosnootmelk. En dan kapot gooien op balkon. En dan kan je hem eten. Ik wil kokosschil breken. Ik snij gewoon mijn hand open. Omdat het in mijn hand ging breken. Bizar, dat zat toch pijn. Auw. Jongens, dit is toch geweldig. 20 minuten in de oven. Nou, ik vind het nu al fantastisch. Het is sowieso lekker. Ik heb voor het eerst in mijn leven iets besteld bij de Leus. Ik wou nog een cadeautje voor Lot. Want ik had al iets, maar ik wou nog iets. En ik wou gratis verzending, dus toen heb ik voor mezelf ook dingen besteld. En het komt ook echt uit de Leusje Kalverstraat. Oh yeah. Het was best snel bezorgd. Niet 1 dag, maar 2 dagen. Nou, dat vond ik voor de Leus best wel snel. Oh my god, ik ga zo lekker genieten. In bad. We hebben nog maar heel even een bad namelijk. Dus... Oh, ik haat altijd dat schuim. Maar goed, ze moeten het natuurlijk goed inpakken, maar echt, ik haat dit. Ze verpakken het dus zonder zakjes. Dat vind ik ergens wel balen, want hoe bewaar ik dit dan als ik geen zakje heb? Maar ik heb deze, ik weet even de namen niet. Dit was omdat ik anders niet gratis verzending had. Nog er 1 bij gedaan. Dit is zo'n, ik weet even niet hoe deze heet. Een hele simpele, maar volgens mij vet chill. Ik hoor dat er allemaal shea butter in zit en zo, dus lekker. Dit is een CBD bulbar. CBD om lekker te slapen. Cool, hè? Dit is de comforter, maar dan niet de bubbelbar, maar een bath bomb. Volgens mij is dat dus nieuw en de comforter ruikt... Comforter ruikt echt super lekker. Deze is ook nieuw. Dit is een CBD badbom. En hier was ik nog wel het meest benieuwd naar, want deze ruikt dus naar marshmallow. Lekker zoet. 1, 2, 3, 4, 5... Ja, ik had 6 badbommen. Nou, dit is... Dit is voor Lot. Nog een klein cadeautje erbij. Ik heb ook een boek. Achter de wolken schijnen ontspannende schuimbaden vol lavendel en tonka. En dan om lekker te slapen. Vond ik wel leuk voor haar. Sleepy Bubble Bar en de Twilight. Oh, die heb ik dus ook. De Twilight Bath Bomb. Voor wie Lot volgt, vond ik het wel even geschikt dat ze even lekker kan slapen. Gezien alles. En omdat ze jarig is. Maar ik vond lekker slapen wel een goeie. Jongens, ik heb zo lang niet gevlogd. Bijna niet. Maar dat is omdat ik dus heel ziek ben geweest. Maar nu gaat het wel beter. Dus ik pak mijn camera weer bij. En dit. Ik smeer het heet het op. Want het voelt alsof je water opspuit. Maar toch spuit je olie op. Het is totaal niet vet. Ik vind het super chill. En de scrub. Ik krijg dus niet betaald hiervoor. Ik krijg het gewoon gratis. Maar ik wou het wel even laten weten. De scrub is echt heerlijk. Want vaak als ik scrub op doe. Dan valt het er meteen af. En dit blijft plakken. Een soort van. Alsof het jelly is. Maar dat is het niet. En dan scrub je het in. Dan is het heel lekker stevig. En daar spoel je het er wel zo weer af. Dus ik vind hem echt geweldig. Echt de chillste scrub ever. Serieus. We zijn even in de bouw van Zoetermeer, want het is weer tijd om even te gaan kijken naar verfkleuren. Want we hebben echt niet echt een idee nog. En we moeten de kleurcodes gaan doorgeven aan de schilders die we vandaag hebben geregeld. Dus ik zit even te kijken. Ik denk dus dat zo'n soort tint, oh, dit, super mooi is. Beetje die aardetinten. Maar we vinden groene muur ook mooi. Zoiets vind ik ook echt super tof. Voor in de eethoek, maar in de eethoek willen we denk ik behang. Dus nou ja, ik vind het best wel lastig. Kijk, hier heb je nog meer kleuren, maar hier heb je dus nog meer keuze. En dan weet ik nog minder welke je moet pakken. Want echt alles lijkt op elkaar. Kijk die naam ook. Iets heide, iets aarde, iets veen, iets turf, iets hardsteen. Nou, die kleuren vind ik allemaal niet mooi. Heel moeilijk. Oké, hallo jongens. Het stukwerk is klaar. Helemaal af. Niet alle muren hebben laten doen, maar heel veel wel. Plafond. Je ziet het hier. Allemaal gedaan. De hal was het laatste. Dus dat kunnen we afvinken eindelijk. Vloer wordt boven maandag opnieuw gedaan. Want er zaten dus gaatjes in. Ik weet niet eens meer precies wat ik heb verteld. Ik heb al heel lang eigenlijk niet echt meer over het huis gevlogd. Want het komt omdat we gewoon niet zoveel doen nu. Maar die wordt dus maandag gedaan. En dan wordt de maandag erop, komt de schilder. Ik weet ook niet of ik dat wel heb verteld. Maar die gaat dus alles wit spuiten, hebben we eergisteren geregeld. Want nu is het dus niet echt wit, maar een beetje grijzig vlekkerig van stukken. En we moeten nu dus gaan nadenken over welke muren we een kleurtje willen geven. Welke kleur?
Welke we dus willen laten spuiten. Of dat we nog muren met zo'n betoneffect willen. Dus dan moeten we dat weer door iemand anders laten doen. Of dat we nog behang willen. Dus daar moeten we nu heel goed over nadenken. Dat vinden we best wel lastig. We weten dat we daar een donkergroene verf willen. Of een donkergroen behang. En we twijfelden heel erg of we deze hele wand in een soort van beige zandkleur willen doen. We weten het gewoon niet. En Haas zei, nou dan doen we deze muur. Maar het is zo lastig. En misschien willen we dit verven. Dus nou, dat zijn best wel moeilijke. Het lijkt wel makkelijk, maar wij vinden het niet zo makkelijk. Dit zijn dus de drie kleuren wit waar wij uit moeten kiezen. RAL 9001, crème wit. Waarschijnlijk willen we dat niet, want dat ziet er een beetje viezig uit. Dit noem ik altijd tandarts wit. RAL 9016. Maar misschien vinden we dat dus wel mooi. En dit zit er dus een beetje tussenin. Gebroken wit. Daar moeten we nu uit kiezen. Oh, dat is echt lastig. Gisteren heb ik dus bij de bouw of deze mallen meegenomen. Ik weet even niet meer van welk merk, maar je moest 1 euro borg per ding betalen. Oh, van Flexa. Want eigenlijk de kleuren die we echt mooi vonden, daar waren geen mallen van. Dat was van Look In. En dit was eigenlijk net niet, maar we dachten we nemen het toch mee. Want ja, het lijkt er een beetje op. En in de winkel lijkt het dan totaal anders. Maar op een muur ga je het verschil echt niet zo erg zien als je niet die andere kleur ernaast ziet. Maar Hadi zegt dat dit heel erg roze is. Ja, deze is op zich wel roze. Maar dit vind ik dus niet echt roze, maar meer een soort terracotta. En die lijkt me heel tof. En dit vindt hij op zich ook wel mooi. Maar willen we dat in de hal? Willen we dat in de slaapkamer? Willen we dat in de keuken? Dus dat soort tinten. Dit is denk ik, persoonlijk denk ik dat dit te donker is. Nou, dan van die zandkleuren een beetje. Deze, nu ik hem zie, vind ik deze niet mooi. En dan dus dit bij de eethoek. Dit kan wel gewoon heel mooi zijn. Volgens mij vindt hij deze kleur ook het mooist. Want ik dacht meer zoiets, maar... Nou, eigenlijk dacht ik meer beige. Dat zit hier niet eens tussen. Maar ik vind deze eigenlijk echt heel mooi. De vloer is zo aardeachtig dat eigenlijk elke aardetint die we wilden niet mooi is bij de vloer. Dus dat wordt nog wel een dingetje. We moeten eigenlijk een heftigere kleur kiezen, omdat het anders gewoon niet mooi is. Vinden wij. Oké, we zijn weer in de bouwhof en we zijn er eindelijk uit. We hebben deze even meegenomen, want die lijkt het meest op onze vloer. We waren het malletje kwijt van de vloer heel som. En dit is de bank. En we zijn eruit. Dit. Het is allemaal van Flexa Pure, maar de schilders gaan het gewoon zelf mixen, zeg maar. Deze kleur voor het keukenblok. We durven het wel aan. Ik denk dat het helemaal niet zo heftig is. Het is ook tof, want dan komt het terug in de bank. Maar die staat dan echt verderop. Kijk. Dat is gewoon mooi. Keukenblok. Dit. Want we doen niet de lange wand waar de bank staat. Maar we doen dit bij de wand van het dakterras. Waar de gordijnen ook overheen hangen. Super mooi. Ik denk dat we deze heel mooi gaan vinden. Hij lijkt nu echt zo standaard. Dat early dew kleurtje. Dat groene kleurtje dat iedereen heeft. Groen-blauw. Maar hij is echt anders. Want deze lag dus niet bij de groen, niet bij de blauw. Maar echt een beetje bij de grijs-groene afdeling. En dit dan voor de eethoek. Ik vind het echt heel vet. Kijk, het is dus niet van deze afdeling. Die donkergroene wel, maar die lichtgroene komt uit deze rij. Zie je? Echt grijsgroen. Dus, nou, top. Ik ga nu weer even iets maken wat ik tijdens corona heel veel maakte. 2 eieren met zout, peper en knoflook. Klutsen. Ik heb ook alleen een beetje olijfolie met kastanje, champignons en spinazie. En dan roer ik straks het ei er doorheen als een kluts, zeg maar. Dus trouwens hebben we 3 eieren, want ik denk dat haar ook een beetje wil. Een beetje blijven roeren eigenlijk. Het ziet er heel goor uit nu. Vind ik. Ik kan eigenlijk continu blijven roeren. Oh, klaar. Ik vind het heel lekker. En heel gezond. Zo. Ik ga het vloggen weer een beetje oppakken nu. Dit is hoe het er hier nu uitziet. Ik weet niet hoe het er de vorige keer uitzag, maar dit is het nu. De bank is dus boven. Ik ga even Facebook aanmaken. Mijn Facebook is dus gehackt. Want ik wil van die spullen af, maar... Nou, ik ga ze eerst even op marktplaats zetten trouwens. Ja. Ik wil dit weg. Jongens, ik ben eindelijk weer bij mijn ouders. Ik ben dus eindelijk weer bij mijn ouders. En mijn moeder die komt met allemaal spullen aan. Van 20 jaar geleden. Of ik die nog wil hebben. Dus ik zit er even in te kijken. Allemaal dit soort papier. Maar dit is wel grappig, want dit is dus super oud. Dit soort stickers zijn super oud. Ik weet wel iemand die dit wil hebben. Kijk, dit is wel cool, want dit was vroeger zo hip. Diddle. Dit was zo cool toen. Kaarten. Diddle. Wat ik leuk vind aan kaarten en stickers is dat niemand dit meer heeft. Ik vind het altijd te gek om te hebben, anders neem ik ze mee. Nee, maar ik geef het meeste weg, maar een paar dingen vind ik wel leuk. Voor school, want de kinderen zijn zo blij met de stickers. Dit.
Map jeugdliteratuur van de PABO. Maar het erg is, ik had hier een heel goed cijfer voor, maar ik heb dit volgens mij helemaal niet zelf echt gelezen. Toen heb ik het allemaal van internet gehaald. Hoe kan het al zo goed zijn? Echt heel erg. Nog, dit is wel heel leuk. Om er een mondje mee te maken. Niet, want dan neem ik het in mijn hier heb ik nog niet in gekeken. Wil jij dat? Nee, maar ik bedoel, ik ga het natuurlijk niet weg. Ik hoef alleen enveloppen eigenlijk en zo niet, want die gebruik ik niet. Nee, ik vind het super makkelijk. Vroeger hadden ze dat dus bij de Action. Tegenwoordig heb je van die glimmende. Ja, die heb ik, ja. Die zegt dat, ja, ik kan alleen maar in de stijl van Sinterklaas gericht. Met hard en zierig. Kijk jongens, ik maakte dan... Op dit was van de Wereldwinkel, weet ik nog. Een envelop en dan voor helemaal niemand. Vond ik leuk. Wil jij deze? Best een grappig kaartje. Hé, hey, dit past wel bij wat je de hele dag doet. Die heb ik zelf gemaakt, toch? Ja. Oh nee, dit was een kaart van een vriendin. En toen vond ik deze zo mooi dat ik het had bewaard. Dan ben ik blij dat ik dat allemaal niet meer doe, zeg. Janneke, ik weet nog precies hoe ze heet. Hier weer, allemaal brieven voor niemand. Van mij voor jou. Kijk dan maar. Ik weet niet dat je dat deed. Ik vond schrijven gewoon heel leuk. Oma Evelien, ik wist het. Ik waarde zakjes van alles en ik hing het dus ook aan mijn muur. Maar ja, één broek is ook al leuk. Dit is toch hilarisch als je nu je vriendin een kaart van Diddel geeft? Jij hoeft... Ja. Lief dagboek, pechdag, pechdag. Oh my god, dit vind ik heel leuk. Wat is dit? Dit is een hele emotionele brief, denk ik. Oh my god, mama, dit is heel gênant. Lief dagboek, je hebt van die dagen dat alles je tegen zit. Dat je het gevoel hebt dat niemand je mag. Zo'n dag heb ik niet vaak, maar gisteren was het bingo. Wilde ik dus maar even gaan piano spelen, kon mijn moeder naar me toe dat ik voor €64 heb gebeld. Terwijl ik in mijn abonnement maar voor €20 per maand mag bellen. Oh ja, dat is een drama. Nee, dat was Habbo Hotel. Je hebt een keer voor €300 gebeld. Toen na anderhalf uur mijn moeder eindelijk thuis kwam, wilde ik gaan leren. Toen bleek dat mijn boek nog in mijn kluisje lag. Fijn, nog een onvoldoende erbij. Alsof ik nog niet genoeg pech had gehad. Ik kwam te laat op school, ik moest een briefje halen. Dat overkwam mij dus nooit. Toen zat ik in de klas, waren al mijn drie beste vriendinnen niet op school. Ik ben benieuwd over welke vriendin ik het dan heb. Huh? De volgende les hadden we wiskunde. Dat is één van mijn beste vakken. We krijgen de cijfers terug. Weet je wat ik had? Een 4,2. Waarom schrijf je dat? Aan mezelf. Toen ik mijn flesje water wilde pakken, kwam ik erachter dat het voorvakje van mijn paarse e-spec open stond. En mijn kleine roze poekaportemonneetje eruit was gehaald. Iemand had gewoon mijn geld gestolen. Kan het nog erger? Jeetje man. Ja hoor, want na mijn laatste les wilde ik mijn sleutels pakken. Zag ik dat mijn huissleutel en mijn kleine groene huissleuteltje van mijn sleutelbos waren afgevallen. Ik vond mezelf toen heel zielig. Ja, vind je echt super. Dat is ook wel heel erg. Ja, zo grappig. Eigenlijk zou je dit bijna moeten bewaren. Echt bewaren. Ja, maar wat moet je daar nou mee? Als je later beroemd bent. Doe eens normaal. En zo'n brief. Hou op. Kijk. Maar lieverd, kon je dat dan wel met ik en oma. Kon je dat wel met ons bespreken? Ja, zeker. Ik was zo dramatisch. Nog steeds. Hey, maar dit neem ik dan mee naar school, oké? Had ik hier een BH aan? Herken jij mij? Jeetje, wat ben jij dun zeg. Ik herken je niet meer. Hi. Dit is vegan kaas. Ik ben heel benieuwd, want ik koop dat dus nooit. Omdat ik altijd denk, ja, dan maar gewoon geen kaas. Maar papa heeft het gekocht. En hier is ook vegan kaas doorheen. Omdat ik dus geen zuivel mag. En dit is zo'n soort van doperwtenspread iets. Wat hij dan maakt. Ik zal zo even vragen wat er precies in zit. Want dat is altijd echt heel lekker. En gezond. Het is munt. Iets vegan, zuivelachtigs en doperwten en verder weet ik het niet. Diepvries doperwten. Je weet, eerst water koken, dan pas de ertjes erin. Voor de kleur? Heel kort voor de kleur, wordt het mooi groen. Ik zag bij Albert Heijn zo'n veganistische kaasspread met cashew. Ja. Het is bijna groenmoesachtig. Mm-hmm. Dat heb ik er doorheen gedaan. Ik heb er heel klein beetje chilipepertjes doorheen gedaan. Ik heb er munt doorheen gedaan, zout doorheen gedaan, citroen en de schil ook geraspt een beetje er doorheen. Van de citroen? Ja. Hmm. En ja, dat is volgens mij... Oh, wacht eventjes. Nee. Ik heb belegen kaas doorheen geraspt. Oh, dus hij is niet veganistisch? Die is niet veganistisch, nee. Oké. Okay. De kaas daar is wel veganistisch. Oh ja, maar ik mag een beetje zuivel hoor, met uitzondering. Ga je vlog? Niks, ik mag mijn ouders filmen. Papa's bollen. Zo. Zo doen. Zo
twee dagen van tevoren gemaakt. Dat is deeg. Lekker. Wat je wil. Ik wil... Oh, ik kies al even eentje met de minste cheese rob. Dat is... Die? Nee, deze. Grappig hoe jij ook... Mijn lievelingssalade. Ja. Ik ga één stukje mozzarella nemen. Meer moet ik echt niet doen met mijn zuivel. Van olijven, begrijp ik? Als ik dus vroeger die Pokémon kaarten van jullie bewaard had... Oh. Dit is echt een leuk spel. We hebben het net gespeeld. Dit speelde ik al toen ik minikindje was. Misschien wel 20 jaar. Het is heel cute en leuk. Nou, we gaan er weer vandoor. Ik dacht, ik laat eens een keer zien wat ik aan heb. Want dat doe ik nooit. En dit is een leuke outfit. Dit is van Naked. Ik vind het echt super cute. En dit is van Weekamp. Ik heb lekker een kort rokje aan. Ook al ben ik aangekomen, draag ik alsnog een lekker korte rokjes. Want dat moet je gewoon lekker doen. En ik had een klein witte sneakers. Dit kettingje van mijn webshop draag ik dus letterlijk elke dag. De Rose and Grace Rose necklace, denk ik. Dus Urbana van Kumo. Allemaal van Ala Collection, allemaal echt goud. Dus ik vind het echt super cute dit. Helemaal, ja, echt zo'n stijl. Zo en broderie of zo noem je dat. Dus heel leuk. Even mijn rokje omgedraaid, dit is het merk. In een L. Leuk hè? Kijk, dit vind ik nou leuk. Koken met wat er in huis is. We hebben kip en bloemkool, maar het enige wat we hebben gekocht is de kip. En dit was verder allemaal in huis. Dit is echt een salade. Echt zo'n kleffe salade met... ijsbergsaus, zwarte olijven, kalamaten, olijven, avocado, komkommer, paprika, uitjes uit blik, zwarte bonen, feta, selderij en honing, appeldressing of zo. Nee, dit heb ik wel gekocht. Dit zijn allemaal van die soort van pitten van Jumbo en nog walnoten. En nog tortilla met kaas, dat is ook wel lekker door de sla. En je doet hetzelfde, maar dan met rode bessen en druiven. Ik hou er echt van om zo'n kleffe salade te maken met gewoon alle dingen door elkaar heen. Hallo, ik ben even zonder mijn hand allemaal pigmentvlekken aan het smeren. Ik wilde net het vloggen, maar het was te heet in de auto. Maar ik wou zeggen van, oh, ik heb zo'n lekkere dag. Haas even twee nachtjes weg met iemand. En ik ga morgen met Lot weg, dus ik heb vandaag even voor mezelf. Dus het ging om 12 uur ging haar weg of zo. Dus ik heb even, nou, precies 24 uur voor mezelf ongeveer. Het was wel lekker, omdat ik natuurlijk heel moe ben geweest. Maar ik ging er lekker sporten. En bij de HEMA heb ik nog meer dingen gehaald voor Lot. Want we vieren natuurlijk ook nog even haar verjaardag. Vind ik, dat we dat doen. Ze verdient gewoon lekker opgevrolijk te worden. Dus ik heb best wel veel cadeautjes voor haar. Ik heb er 3 in de auto liggen. En ik heb nog wat dingen bijgekocht. Dus ik moet even in het zonnetje gezet worden, vind ik. Ik heb een kaart. Omdat we lekker drankjes gaan doen. Hij was niet heel bijzonder, maar ik dacht deze is perfect. Gewoon bij het weekendje. Deze toeters gekocht voor in de auto. Vet cute. Omdat ze jarig is. Deze confetti, maar dan dat het erin blijft. Dan hoef je het niet op te ruimen. Heel chill. Dit vond ik nog een leuk. Ik heb zeg maar grote cadeautjes en kleine cadeautjes. Dit vond ik gewoon een heel leuk cadeautje voor erbij. Dat je hiermee lekker cocktails kan maken met siroopjes en suikertopping. Dit vind ik heel erg leuk. Deze is dicht, maar ik heb eentje in de winkel bekeken. Oh, je kan het volgens mij hier zien. Ja. Er zit een houten standaardje bij. Dat is sowieso schattig. Maar allemaal positieve kaarten. En ze is al heel positief, maar... positiviteit is wel echt het ding nu natuurlijk, ook als je een relatiebreuk hebt. Dus ik vond dit gewoon heel leuk. Cheering, gewoon. Positive energy, please. Go with the flow. Always look to the bright side. Think positive. Nou, dat soort dingen vond ik gewoon te cute als extra. Het is niet nodig, maar ik wilde gewoon even extra in het zonnetje zetten. Dan ga ik dus ballonnen opblazen in mijn auto. Maar ik moet eigenlijk mijn auto ook opruimen, dan ziet het er wat leuker uit. Ik ga de cadeautjes niet inpakken, maar ik heb dus nog 2 tasjes voor cadeautjes gekocht. Kaarsjes neem ik mee in mijn rugzak, want dan als we ergens zitten ga ik kaarsjes voor haar aansteken. Nog een cadeautasje gekocht. Dit is het enige wat ik voor mezelf heb gekocht voor vanavond in bad. Slingers ga ik nog in de auto ophangen. En ik denk dat ik er hier gewoon eentje uithaal. Dat is leuker dan een hele zak. En dan ga ik nog zeggen dat ik vind... Het is raar dat ik het allemaal deel, maar goed, jullie vinden het volgens mij leuk om te weten. Dat ze... gewoon wife material is. En dan geef ik haar een snoeptrouwring. Vind ik te leuk. Oh ja, en nog... ik denk dat ze dit dus wel heel lekker vindt. Want ze houdt heel erg van koffie met siroopjes en zo. Dus stroopwafel met koffiesmaak. Nou, die gaat in het kleine cadeautasje. En wat ik in de auto heb, laat ik nog wel even zien. En nou, ik heb er echt zoveel zin in. En Lot ook. Oh ja, en mijn idee was eigenlijk, omdat we echt 2,5 uur in de auto zitten, dat ik even ga kijken hoeveel cadeautjes ik heb. En dan dat ga verdelen over de tijd dat we in de auto zitten. En dan steeds een wekker zet. En elke keer als ik een wekker ga, krijgt ze een nieuw cadeautje of zo. Ben inmiddels in het nieuwe huis. En ze gingen dus de gids weer boven opnieuw doen. Omdat ze het niet helemaal goed vonden, want er zaten wat luchtbelletjes in.
En ze gaan het effect ook iets minder heftig doen, omdat nu het toch opnieuw gaat. Dus ik zie hier de potten staan en ik ga even boven kijken. Ik ben echt en iemand aan het appen die eventueel onze muren gaat doen. En HN die aan het vloggen. Nou, zo ziet het er nu uit. Niet heel bijzonder. Ik weet niet of dit een epoxylaag is. Want die was volgens mij bruin. Ik weet niet wat voor laag dit is. Maar in ieder geval nog niet de officiële vloer. Verder is er nog niks veel bijzonders te zien. Ik moet niet zo spannend filmen. Ik weet het. Ik weet het. Mensen zeggen het steeds, maar ik weet het ook hoor. Ik snap dat het irritant is. Ja. Er is niet zoveel veranderd nog. Een beetje opgeruimd, maar dat zie je niet. En de keuken is even naar beneden getild. Gisteren. Dus ja. Nothing special. Oh ja, de bank staat boven. Lekker bezig. Oké, surprise box voor iemand uit België. Maat S. Bikini. Het blazertje. Ik ga ook echt vloggen, ook nog 3 minuten. Ze heeft een mixbox, maar ik heb best veel kleding. Deze lakbroek vind ik wel echt tof. Ze houdt niet van flarebroeken, dus ik hoop dat ze dit wel leuk vindt. Misschien wel gewoon deze hele mooie zomer. Ja, ik ga zo erg over de waarde heen, maar dat komt omdat ik de laatste tijd denk, ja, ik heb zoveel. Ze heeft er eentje van 50 euro. Nou, hoed doe ik er lekker bij. Zo'n kraagje. Het is ook echt een eer als mensen uit België bestellen. Beauty product. Candy. Flyer. Oh, ik hoop dan echt dat ze dit leuk vindt. Oh, op 4 minuten sluiten. Ik moet nu gaan. Raar licht. Ik was met Lotte aan het bellen. Hé, hey, gaat mijn accu zo leeg? Terwijl ik de auto aan het versieren was voor Lotte. Goed, grappig. Ik wou alle cadeautjes ophangen, maar dat kan niet. En nu ga ik de ballon opblazen. Ik durf dat nooit echt goed. Wie drukt ook zijn wangen in terwijl hij dit doet? Als het knapt, schrik ik echt. Ik ben thuis, ik heb een bestelling gepakt bij Freshies, want ze willen niet meer, voor nu in ieder geval niet meer samenwerken, want niemand heeft met mijn code besteld, helaas. Dus ik heb zelf een bestelling geplaatst, want ik ben echt fan van die sapjes. Maar mijn code Blissbloem 15 is er natuurlijk wel nog gewoon, dus het is echt geweldig. Het is gewoon 50% wortelpulp. Niet gekregen, niet gesponsord. Gewoon enthousiast. Nom 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 nom. Ik ben altijd te laat en ik heb echt iets veel te heets aan. Het is 20 graden. Ik heb dit aan in een rokje. Lotte is er over 5 minuten. En het is veel te heet. En ik heb niks koelers bij me. En nu denk ik echt, oh my god, nee, Charlotte. 12 minuten rijden? Ik dacht 6. Oh, oh, ik ben dus echt te laat. Sorry, Lotte. Niet dat ze verbaasd gaat zijn. En ik heb ook nog geen make-up op. Welkom in mijn leven. Daar komt ze hoor. Ondertussen ben ik nog even snel mijn mascara aan het doen. Zo grappig. Dank jullie dat ze al slingers ziet. Vet awkward, zo'n hele lange, zo'n hele lange route voordat je er bent. Oh mijn god, wat is dit nou? Dit is een partycar. Dit is echt zo leuk. Oh, ik vind dat de voet bijna huilen. Ik vind het echt zo lief. Dat is wel vies. Nee. Je moet je koffer even op mij neerleggen. Ja, dat is echt zo lief. I love you. Oh, ballonnen. Hallo, mag dit even op mijn story? Ja. Ik wilde eigenlijk een verjaardags-cd kopen, maar ik had geen tijd meer. Een verjaardags-cd. Wacht. En er liggen meer broodkruimels dan koffie. Ik was blij dat jij niet kon winnen, want dan kon ik me nog opmaken. Ik moet nu al plassen. Deze stoel is een klein beetje vies. Wat zagen ze? Zo goor. Wat is het? Weet ik niet. Eten. Oh. En deze confetti was omdat de ballonnen waren geknapt eigenlijk. Oh. Oh, ik ben bloot. Naked? Weet ik niet. Naked. Of we even jouw navigatie misschien kunnen doen, want ik heb dus... Wie vind ik niet? Nu ben ik over mijn bundel bijna. Ik ook. Oh, echt? Ja. Nou, dan kan ik het ook doen. Huh? Mij is heel anders. Ja, ik blaas gewoon heel hard. Nou, echt niet. Dat is toch super cute? Ja, heel schattig. Waar moet het ook weer heen? Naar Gent. Ik zal het even opzoeken. Nee joh, ik doe nee. Wel joh. Oké. Okay. Hoi joh. Heierloom. Ja, zo heet het hè. Ja, het is kapot warm.
Ik wil mijn nagels eigenlijk lachen. Heet. Ja, ik heb ook niet echt heel mooi. Hoe kan het nou net zo lang rijden zijn als vanaf verteld dat ik was vertrokken? Wel. Ja, dat weet ik niet. Oh, is jouw vlogcamera aan? Ja, de hele tijd weer. Ja. Dit wordt echt een drama waarschijnlijk. Ja. Met editen. Ja. Ik heb wel water bij me. Gelukkig loop ik maar een maand achter met editen. Ja, maakt allemaal niet uit. Oh nee, daar. Ik ben helemaal in de war. Zoveel schermen. Oh. I look bald. Helemaal niet. Op jouw camera. Wat is dit ook leuk? Is mijn dankje. Heel cute. Ik vind dit ook heel leuk. Dankje. Kusje. Ik ga de hele weg toeteren. Oh. Oh ja, daar is mijn genot. Toeteren. Ja, we moeten wel even dan... maar wat voor fruit heb je bij je? Is dat ook voor mij of alleen voor Charlotte? Ja, jij mag ook. En ik hoef nu nog niet te plassen, maar over een half uur of zo. Oké. En als ik moet rijden, moet je het ook zeggen. Ja. Dan moet ik even oefenen op bij het tankstation ergens. En schakelen. Joh, ja, ik heb een automatisch gehad. Ik heb ook helemaal geen snacks of zo mee. Nee, ik ook niet. Wacht, want ik doe gezond. Dus ik heb kipfilet mee. Lekker snacky. Dit heb ik mee. Oh, jij hebt geen airco, hè? Wat is dit? Oh, lekker. Ik dacht dat het niet slim was om het in een zakje te doen. Nee. Dit heb ik alleen voor mezelf. Ik hou wel echt van die Johannesbeer. Johannesbeer? Bern. Rode besjes? Ja. Heet dat zo? In het Duits. Dit eet ik gewoon. Dat zit er allemaal op je been, schat. Dit. Tandpasta. Stukwerk. Oh, ja. Ik had ook nog bananen, dacht ik. Maar die heb ik ik heb net eentje gegeten. Oh, nu heb ik er maar één. Ja. En ik heb wel twee appels. En twee wilde perziken. Maar die zijn nog rauw. Oh, dat ze nog keihard zijn. En vier wortels. Oké, we gaan erop. Ik vind je nu al zo leuk. Waarom? Ja, gewoon zo lief. Waarom? Heb je straks allemaal mee kunnen? Oh, nou, toch maar even filmen. Nou, Lotje is daar. Een thumbnail maken. Oh ja, dan doe ik mijn haar weer los. Oh ja, ik heb mijn haar nog niet iets mee. Nee, hoeft niet trouwens. Dat is zo ook hartstikke leuk. Moeten we nog een cadeau erbij doen? Nee. Oké. Oh my god, dat is een thumpie. Een thumpie. Maar dit is Kijk mee. Ja, ik zag al Like a Cloud. Oh ja, dit was trouwens, dit was mijn tweede cadeau. En de gedachte erachter is omdat je dan ik kan wel beter gaan slapen misschien. Oh. Kijk al deze chips. Bij een tankstation. Toch amazing. Ik hou van tankstations. Twee eieren. Heerlijk. Kart Lotten. Hey, wat een chille wraps. Ja. En dit is heel nice. Graag. Ja, dit is heel chill. Ja. Ik heb hier wel wat van mee. Ik neem jou. I choose you. Hebben we wel een goed tankstation gekozen hoor. Ja, denk ik ook. Neem jij deze pasta? Ja, dit ziet er erg uit. Ik vind het wel top hier. Ja. Hier een hele bak met varkens en kaas. Oh, en spinazie. Maar het is wel dezelfde. In een andere wrap? Ja. Oh. Maar de vulling is hetzelfde. Grappig. Dit is wel lekker denk ik. Ja. Ik kan vloggen, want ik heb allemaal spullen in mijn hand. En Lotte die wil eerst kijken en dan vloggen. En ik wil eerst vloggen meteen. Hoorde je mij nog antrouwen net? Nee? Oh ja, logisch. Ja, ja. Toch? Ik ga niet zo even een powernap doen. Oké. Okay. Kleding. Een bar. Wow, maar dit is eigenlijk ook echt dat je hier ook echt wil chillen. Ja, maar we hadden toch ook een balkonnetje? Ik denk aan een gemeenschappelijk balkon. Ja. Maar ik zag een balkon bij het bed op de foto. Ja, daarom ben ik ook in de war. Maar misschien heb jij dan die andere gezien. Dat stond... Ja. Oh, ik ga hier even zitten. Wat grappig. We slapen hier gewoon echt helemaal niks is hier verder. Volgens mij slaap je hier super lekker, Lot. Dat denk ik ook, ja. Heb jij voorkeur voor een kant? Ik denk aan de kant waar niet de trap zit. Jij? Oh, dat vind ik wel prima. Maar het moet niet per se, hoor. Het is niet dat ik denk van... Nee, dat is wel goed. Ik wist het ook namelijk niet precies. Wat is dit? Mag hier ook lopen? Daarop, nee. Daar zit de douche en de badkamer. De douche en de wc. Wow, maar zoveel ruimte waar niks mee wordt gedaan. Ja, het is denk ik meer voor het oog, zeg maar. Ja. Dat ziet er wel echt uit als een chill bed. Ja.
nice. Wel bijzonder. Oh, hier is de badkamer. Oh, ik film zeker weer veel te soort. Huh, je doucht in een kast. Ja, raar, hè? Dit is de douche. Oh ja, dat kan ik niet doen. Apart. Heel apart. Oh, er is niet echt een badkamer. Nee, het is meer gewoon een douche. Wat grappig. Waarom zouden ze daarvoor kiezen? Want dit hele blok is gewoon best wel groot voor een badkamer. Dus ze doen dat echt vanwege dat ze het stylish vinden, denk ik. Ja, ik denk het ook. Wat grappig. Lon. Lon. Ook echt samen een keer zo samen vliegen en dan meteen weer Lon. Lon heeft mijn oogschaduw een beetje gedaan. Ja, daar zie je niks meer van. Want je hebt je eyeliner. Zie je het echt niet? Ja, wel een beetje. Maar ik denk niet dat zij het zien. Oké. En ik ben een soort van in een black look. Mag ik niet zeggen, sorry. Nee. Jij ziet er echt heel mooi uit. Black look en Lotte is de, hoe noem je jouw look? Street style. Ja? Nee, weet ik veel. Dit is mijn lievelingsstokje. Ja? Ja. Laatst zag ik de story, vond ik het zo mooi. Maar ik dacht dat Lotte helemaal alles had uitgezocht, maar totaal geen idee naar welk hotel we gaan. Totaal geen idee. Ik denk, zij is echt zo'n planner. Is ze dus normaal ook? Ja, maar ik ben niet een planner als ik ergens naartoe ga, want dan hoop ik altijd dat... Oh, en als je nergens naartoe gaat. Als ik nergens naartoe ga, ja, dan ben ik echt een zieke planner. Hey, Lotte is trouwens nu deze oorbelletjes even in. Volgens mij heb ik die niet eens meer in mijn winkel. Zoals altijd. Alles wat ik draag, heb jij niet meer. Nou, hier gaan we denk ik even lekker zitten. Ga hier. Coast. Ik laat jou gewoon praten. Ja. We zitten bij Moschino Coast op aanraden van een aantal volgers. En we hebben net eten besteld. We hebben echt allebei heel erg trek. Dus... Het is 8:30 of zo. Ja, het is echt al 8:30. Ik heb een pasta met portobello, feta en houten paprika. Ziet er ook echt lekker uit. En rode pesto. En rode pesto inderdaad. En een cosmopolitan en een tequila. Sunrise. Ik heb gele curry met... garnalenrijst en sla. Ziet er allemaal goed uit. Ja. Ben benieuwd. Ben ook benieuwd. Zin in dus. Lotte moet van mij een tequila shotje nemen. Ja, maar straks moet ik het vroegen. Want ik maar niemand lust dit. Maar ik vind het heerlijk. Moet je dit helemaal in één keer? Best een grote, lekker. Ja, dit is heel groot. Je moet likken. Waarom moet je likken? Oké, komt ie. Oké. Doen hè. Doorslikken en happen. Dit maakt het goed, hè? Ik heb echt de helft over mezelf heen gegooid, volgens mij. Dit maakt het goed, toch? Dat limoen. Oh! Bijna helemaal. Ik heb strawberry mojito. Good morning. Het is 2:00. En we gaan eruit. We hebben lekker drankjes gedronken. Uitgeslapen. En nu, we kwamen hier ook echt trouwens omdat we gewoon echt even lekker drankjes wilden doen en zo. Dus. Maar het is wel echt moeite waard om hier nog een keer heen te gaan. Ja, ik wil misschien ook nog wel een keertje terug. Ja, want nu was het gewoon best wel kort. We gaan even het terrasje doen. Nog een beetje hier door Gent lopen en dan gaan we weer. Oké, op dit zitten we bij de wasbar. Ik laat een jongen op mijn beeld, maar het kan niet anders. We zitten bij de wasbar, niet bij wasbar Kronenmarkt of iets, maar gewoon wasbar. Maar zijn er twee. Ja, dat. En ik heb een munt limonade met limoen. Ik ben benieuwd of je zoet heeft. Ik hoop het niet. Oh, het is met prik. Had ik niet verwacht bij limonade. En Lotte heeft sinaasappelsap. Zo grappig. Elke keer als Lotte gaat plassen, komt het eten. Oh, ik wil het even goed filmen, want dit is wel fantastisch. Kijk dit even, jongens. Ik heb een salade met zalm, avocado. Het is uit de oven, zeg maar, allemaal kruiden. Salade, komkommertjes, rettig. Sesamzaadjes en dressing, broodjes, echt super healthy. En Lotte heeft buffelmozzarella, love it, maar mag het niet meer. Linzen, tomaatjes, salade, pijnboompitten, ziet er echt fantastisch uit, zeg. Heerlijk. Oh, 1300 meter, net nu ik het ga vloggen. Als we dit nu niet redden, Lotte. Jawel. Jongens, volgens mij reden we om 4:30 weg en het is nu 6:00. Dus ik was bijna 1.5 uur aan het rijden. Toen we vertrokken was er nog zo'n stukje op de tank. En ik denk dat het nu bijna 50 kilometer geleden is dat die rood ging branden. We zijn van vertrek tot met nu geen tank tegengekomen. We hebben er 1 keer eentje gezien. Maar pas op het moment dat we er langs reden, zeg maar dat je de weg af moest. Geen bord die het aangaf, voor zover we weten. We hebben echt goed opgelet. Dit is nu het eerste bordje dat we zien. En wij zaten nu, Lot ging al een klein beetje stressen. Ik zei van ja. Ik was echt een beetje gestrest. Ik zeg, je kunt er toch niks doen. Je kunt niks doen.
Maar wel vast nadenken van wat doen we, de weg uitrollen, AFB bellen. Maar we zijn best wel moe, dus dat was zo balig geweest. Dat we zijn er, waarom geeft hij deze niet aan? Kijk. Ja, links of rechts een benzine ding. Links. Is het goed? Oké. Dus links. Even een breakie, we hebben het tankstation. Oh ja, dat had ik gezegd. Het is nu 6:50. En we zijn terug bij Laplace. Ik had Lotte had net niet vertrekken, dus die heeft lekker salade mee. En die zit ze nu te eten, dus dat is super chill. Ja. Ik vind dat echt zo lekker, dus als je je eten mee hebt of iets of wat dan ook. Oh, dit is wel gelukkig, Lotte. Zie je altijd toch? Als ik van jou een foto maken. Oh, je wil een foto maken? Ik denk, sorry, ja, doe maar. Je mag het ook maar. Ja. En ik heb zo'n koffie, maar... Ik zei het net ook tegen die gast waar ik naar de benzinepomp toe ging. Van het is zo zonde dat ze bijna nergens havermelk hebben. Want heel veel mensen mogen geen koemelk. Zoveel mensen mogen geen sojamelk. Zei hij, ik ga het nog een keer tegen mijn baas zeggen. En toen was ik hier bij Laplace en daar hebben ze normaal ook geen havermelk. Maar nu dus wel. En ik vind eigenlijk ook dat ze moeten ophouden met 50 cent extra vragen ervoor. Vind ik eigenlijk niet leuk. Maar goed, ik heb eindelijk een koffie. Om 6:30. Wat was dat? 6:30. En we moeten nog ruim een uur naar het trein. Jongens, hallo, daar ben ik weer. Geen tijd gehad om vandaag te vloggen. Vandaag was mijn eerste werkdag en ik stond om 7:00 op. Ik ging 7:30 uit bed en ik ging 8:45 de deur uit. Maar dat was voor mij vroeg, ik ben natuurlijk vakantie gewend. Ik zie er dus heel erg moe uit voor het einde van de vakantie. Dat komt omdat ik ziek ben geweest, maar ook door mijn weekendje met Lot. Voor wie mijn stories heeft gevolgd. En misschien heb ik het ook wel gevlogd, ik weet niet. Ik ben heel moe. En gisteren zag ik haar weer en zo, was super gezellig. Heb ik ook niet zo heel erg lang geslapen. Maar ik heb het overleefd. Ik heb net gesport, wat ik heel lekker vind voelen. En ik ben zo benieuwd op mijn benen en billen en wat dan ook. Of ik iets ga zien, want dit zijn oefeningen die ik niet vervelend vind om te doen. Apparaten. Mocht ik resultaat gaan zien, zal ik jullie even vertellen welke apparaat ik doe. Want dit kan echt iedereen. Maar als ik zie wat mensen allemaal doen voor een goede kont, denk ik niet... dat dit gaat werken, maar het gaat heus wel iets doen. Dus ik ben benieuwd. Ik hou het in ieder geval vol. Ik vind het lekker, ik vind het leuk, ik vind het relaxed. Als je moe bent kan je het ook doen, want het is geen cardio. Dus top. Ik moet nog steeds vertellen over mijn bloeduitslag. Jongens, ik leef zo langs alles heen. Of niet langs alles heen, maar ik loop zo achter op de feiten. Mijn vlog moet morgen eigenlijk online. Zeg maar mijn volgende vlog al. Terwijl mijn vlog van deze week nog moet. Ik loop zo zwaar achter. Maar van de volgende week begint het normale leven. En ik werk dan maar 2 dagen en dan kan ik alles weer gaan bijbenen. Het internet is afgesloten in Hazenhuis per ongeluk. Fout door de medewerker, kan niet worden teruggedraaid. Echt drama. Ja. Dus, het is nu allemaal even hectisch. Morgen weer werken. Zaterdag verjaardag van mijn oma. Zondag chillen. Maandag chillen. Dinsdag chillen. Woensdag begint dan de eerste dag met de kinderen. Dus die dagen heb ik eventjes om nog even uit te rusten. En mijn achterstallig werk in te halen. Dat is wel echt een rot gevoel. Anyhow, ik zal even kort vertellen. Niet te lang, maar het was super leuk. Ik voelde me erg welkom in het team. Ik voelde me erg mezelf. Ik kon meteen mezelf zijn. Ik voelde me op mijn gemak. Beide duo's vind ik heel erg leuk. Zij vinden mij ook leuk wat ze hebben aangegeven. En dat merk ik ook. En het is ook leuk, want ik ben een soort schakel tussen hen ook weer. Doordat zij zijn allebei groep 3-4. En ik verbind dat ook weer doordat ik met beide samenwerk. Dus dat is ook weer heel leuk. Op woensdag werk ik in de ene groep. En dan kan ik 's middags weer... kletsen met degene waar ik vrijdag voor sta. En vrijdag kan ik weer kletsen met degene waar ik woensdag voor sta. Dus allemaal top. We hebben het een en ander afgesproken dat ik op mijn dagen het kosmisch onderwijs ga geven. Dus rondom een thema, aardeskunde, geschiedenis, achtige vakken, biologie, Engels, lezen. En in de ene groep heb ik een korte dag en in de andere lange. En waar ik dan een lange dag heb, ga ik ook aandacht besteden aan rekenen. Maar dus niet methode gebonden, maar juist herhaling van wat is er niet genoeg in de methode aan bod gekomen. Dus echt vanuit mezelf. En dat is allemaal geweldig. Alleen zo wennen, want ik ben heel erg gewend om met snappen te werken. En daar word je vrij lui van. Dus het wordt echt even aanpoten. Heel leuk. Wel even inkomen, maar als ik er helemaal in zit, ga ik het fantastisch vinden. Ik ga dus echt eigen lessen bedenken. Het ligt niet allemaal voor me klaar. Ik mag het helemaal zelf weten. En dat doe ik dan op beide dagen. Dus wat ik voorbereid kan ik in beide groepen toepassen. Wat echt super effectief is. En voor mezelf ook. Want de tijd die ik erin stop gebruik ik dan in 2 groepen. Maar ik kan ook meer tijd besteden aan het voorbereiden van mijn lessen. Dus dat is allemaal zo. Het wordt een compleet andere wereld dan afgelopen jaar. Al die administratieve dingen waar ik goed in was. Hoef ik allemaal niet meer te doen. Terwijl ik het niet vervelend vind. Ik heb meer tijd om mijn lessen te gaan voorbereiden. Nou, het wordt... Niks is meer hetzelfde. Dus het wordt een compleet nieuw leven voor mij. Echt bizar. En nou, dat is even wat ik er nu over zeg dan. Ik heb net dus gesport. Ik ga nu even hier bij al die tomaten halen. Want daar hebben Lotte en ik sinds gisteren al zin in. Lotte heeft het al gehaald. Ik ga het ook halen.
En dan heeft hij lekker gekookt. En dan ben ik wel echt blij dat het werkleven weer begint. Ik hou ervan. Ik hou van duidelijkheid, structuur, routine. En ik heb er heel erg veel zin in. En dat was dag 2. Zo moe. Oh my god. Het is echt... Ik snap wel dat mensen heel lang op één school blijven. Het is niet wat ik ambitieer, want ik wil gewoon ook nieuwe ervaringen opdoen en zo. En jezelf uit blijven dagen. Maar het is wel pittig hoor. Alles is anders. Alles is anders. Ik ben vandaag serieus van 10 tot 4 alleen maar bezig geweest met ervoor zorgen dat ik kan inloggen op alles. Niet normaal. Jeetje, ik ben helemaal kapot. Bizar. Ik ga even langs de stomerij, want daar ligt volgens mij nog iets. En dan misschien nog even iets voor oma halen trouwens. En dan naar huis. Eten, chillen, slapen. Goedemorgen. Niet goed geslapen. Echt elke 2 uur wakker, maar wel 10 uur of zo in totaal in bed geweest. Dus dat is fijn. Je ziet het nog niet nu, maar ik voel me wel weer wat beter. Dus dat is echt top. Ik voel me sowieso weer beter. Maar ik was natuurlijk vet moe door het weekendje met Lot en korte avondjes. Vandaag op verjaardag van oma. Haar gaat ook gezellig mee. Dus vandaag verjaardag deel 1. In het Singer in Laren gaan we met haar hele familie. En volgend weekend gaan we met de meest naaste familie in een huisje zitten. Dus superleuk. En een cadeautje geef ik ook al volgende week. Ik ben even de tas aanpakken. Ik zorg altijd voor dat ik even wat groente en fruit mee heb. Want je weet nooit wat je kan eten. En ik wil wel gewoon zo door blijven gaan. Er was ook iets af op de weegschaal. Dus ik denk dat het wel gaat werken. Ook in combinatie met sporten. Morgen ga ik weer lekker sporten. En dan denk ik weer dinsdag en donderdag. Dinsdag, donderdag, zondag lijkt me eigenlijk top. Ook met mijn werkdagen. Dus ik ga nu even wat fruit eten. Ik heb mijn glutazimepilletje genomen en ik neem nu gewoon dit. Dit is voor sommigen misschien normaal, dit is voor mij dan nu heel weinig. Want dit zijn dingen die niet handig zijn om mee te nemen. En dan heb ik voor onderweg nog een appel en een banaan. En nog wortels en komkommer. En ik ga nog een gekookt eitje meenemen. Dat zijn allemaal gewoon hele goede dingen. Die ik graag gewoon waar ik de dag mee begin. Superleuk shot dit ook van. Hoi, dit is mijn broodje. Oké, ik film er even mee, want volgens mij vinden mensen dat altijd leuk om te zien als ik weer aan het opletten ben wat ik eet. Want mocht het dan werken, weten jullie wat ik heb gegeten. Ik had vanochtend een wit bolletje met pindakaas, dus dat is helemaal niet per se gezond, maar prima. En een gekookt ei en nu dit. Bruin brood met gekookte kip en dit fruit. Voor mijn gevoel ben ik zo lang niet in een nieuw huis geweest. Ik weet niet wanneer, maar zondag. Tired. En dinsdag komt een bedrijf dus alles wit spuiten. De stuk is nog niet droog. Het was een soort van een probleem, maar misschien ook niet. Dit is de woonkamer. Ik ga even naar de vloer kijken, want ik weet echt niet wanneer ik hier voor het laatst ben geweest. Ha zegt dat het heel mooi is. Ja, ziet er super netjes uit. Mag je hier met je schoen op? En dan wordt hij meteen wit. Zonde. Het hele huis ligt vol wit poeder. Mooi zeg, we hebben iets minder vlekken gedaan en het is echt veel mooier. Af en toe een vleug. Zie je? Ja, het ziet er gewoon heel mooi uit. Kijk hier. Super tof. Ja, heel netjes. Heel mooi glad ook. Geen gaatjes, iets. Perfect. Dit is echt heel goed gedaan. Mooi hoor. Perfect. Zo glad. Ja. Zo, hier zou zo makkelijk een groot bed kunnen. Tof, hier ook, zien jullie dat? Te gek. Heel mooi. Het voelt heerlijk. De kamer lijkt groter als er een matras ligt. Dit is de badkamer. Hallo jongens en meisjes. Ik ben al bijna dag onderweg. Het is al best wel laat, het is bijna 5 uur. Ik heb eventjes dit boeket bloemen samen laten stellen. Net. Zien jullie dit? Dit is voor haar. En haar krijgt ook nog een mooie flesje en een kaart. Om een reden. En dat ga ik hem zo geven. Als hij uit werk komt en ik als ik uit de sportschool kom. Dat vind ik leuk. Dat gaat hij niet verwachten. Dat soort dingen zijn altijd leuk. Deze mooie fles. 18k staat erop. En deze doos is van de Hema. Hoe moet dit? Moet dit zo? Oh,
gewoon zo. Oh, nou, best chic. Even kaartjes schrijven. Ik dacht, ik vlog dit, maar oké. Okay. Nou, het houdt niet op. Ik ben ook naar de slager geweest, want hij houdt heel erg van een mooi stuk vlees. En daar hou ik hem niet in tegen. Dus ik heb echt 350 gram ribeye van gehaald. En ook nog een fles hele chique vodka. Want ik was toch in de stemming. Ik zie eruit alsof ik echt elk moment neer kan vallen. Maar ik heb gesport. En ik vind het gewoon heel leuk dat ik allemaal dingen voor haar heb. Hij zal echt denken van, wat is happening? Dat is ook een beetje te veel, maar me like you so much. Ik heb dit gisteren gekocht, jongens. Het kost 20 euro. Het was dan nu 1 plus 1 gratis. Dus ik had er nog een goedkope tandpasta bij. Maar ik gebruik dus echt de laatste tijd altijd Parodontax. Al het jaar, denk ik, of zo. Maar mijn tanden zijn echt wel heel geel. Dus ik denk, ik wil het gewoon proberen. Maar misschien is het complete oplichting. Reverses up to 15 years of discoloration. Nou, we'll see. Hallo jongens. Ik ga vandaag mijn Swivel Chair Mirage. Of die ene mooie teddystoel ophalen. Ik zit in een bus. Mag ik je naam zeggen? Ja. Oké. Okay. Mel, die, dat is zeg maar vriendin van haar. Die rijdt me bij Chill hierheen met een bus. En dan gaan we de stoel even halen, want hij is best wel groot. En ik heb er echt zin in. Alleen mijn kantoor is nog echt totaal niet ready. Huh, waar zijn we? Ja, was het vorige keer helemaal niet. Volgens mij moet je daar de hoek om of zo. Maar mijn kantoor is super smerig en echt bomvol. Dus misschien moet ik hem nog in de doos laten en echt wachten met openmaken tot het daar een beetje af is. Ik weet het niet. Maar ik ben wel heel benieuwd. Nou, we zijn ook even de winkel in gegaan. Mega veel gekocht. Met deze ben ik oprecht super blij, want dan kunnen we onze douche mooi houden. Kijk, de stoel is er. Hij weegt 25 kilo met doos, 21 kilo zonder. Maar ik weet dus niet of hem... Volgens mij gaat het niet door de deur passen, maar ik hoop dat hij zonder doos wel door de deur past. Maar het is gewoon zonde om nu al neer te zetten, want je wil er gewoon van genieten. Mijn kantoor is zo goor. Ja, het is niet, ja, gewoon weer inpakken zo meteen. Ja, cool hè? Nou, eigenlijk wel leuk. Dan past de oma op en dan mag de kleine er papa oh. Stickers oppakken. Dus ik dacht... Oh, dat is heel vet al. Ik twijfelde, ik neem hem mee of niet. Ja, tuurlijk. Ik kan er vast even doorheen kijken. Tuurlijk. Dan, ja, hier is ik zeg even, Pom is hier. Heet je bedrijf nou Designmuren of niet? Ja, ja. Ja. En hij komt even langs. Echt super last minute, heel leuk. Gisteren zei hij, ik kan vandaag. Om wat stalen te laten zien, want we willen dus Venetiaans stukwerk gaan doen. Nou, ik heb al vaker gezegd dat we eigenlijk een soort betonlook wilden. Of betonsier of wat dan ook. Oh, wat tof zeg. Maar Hadi is nog even in vergadering. Oh ja, dit is waarvan ik stuurde. Die vind ik het minst volgens mij. Deze vond je oké, denk ik. En deze vond je niet zo mooi. Oh, die. Met de eilandjes. Oh ja, maar het is ook wel weer tof eigenlijk. Ja, lijkt een beetje op een wereldkaart. Ja, het is een beetje een eilandje, noem ik altijd eilandjes. Dus het, ja, dit is eigenlijk dichtgesmeerd. Ja. Met het relief eronder ja. En erop, lichtelijk. En dit is eigenlijk alleen maar het relief erop. Ja, maar het is eigenlijk ook wel tof. Allemaal eilandjes. En doordat je dat dan met je spaantje over had, ik weet niet of je het goed kan zien van... kan een beetje dat denk ik lichtelijk glans overheen. Ja. Ja, ik zag al, een deel ja, is mat. Ja. 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 Maar dit is een beetje wat Laura op die schouw heeft, ja, toch? Ja, die, ook die kleur. Die kleur heeft zij op de schouw. Want wij hebben dus hier, je ziet het straks in de keuken, ook echt precies zo'n tof iets daarvoor. Dat is wel heel gaaf. Altijd sowieso als de wand al een accentwand is, zonder dat het een accent, zeg maar, ja. Dat het al wat naar buiten springt. Ja. En dan dit is eigenlijk allemaal hetzelfde materiaal. Oh, dat heb ik nog niet gezien nog volgens mij. Nee, die had ik niet op de foto gezet. Maar gewoon een... Maar is dit echt geverfd door jou ook? Ja, of is het, hoe het kan is, dit? Het is een, het is gewoon een kalksteen met, marmerpoeder erin, ja. Maar die bordje die je rechts ziet. Maar je hebt dit ook hier op dit karton gedaan? Ja, ja, ja. Dit is zo. De kleur die het al heeft. Kijk, die bordjes gaan niet mee en... Wel tof dat je dat hebt hoor. Maar je ziet, hier zit al veel meer laagdikte op dan dat... ja, dikker. Ja. En dit, oh, ja. Dit is hetzelfde materiaal, alleen op het is allemaal op een andere manier aangebracht. Ja. Vanaf tot en met hier. En dit is dan het glanzende. Ja, ik merk dat ik die al zo gaaf vind. Ik denk mijn vriend ook wel.
En je moet er echt van houden. En het is dat jullie opnieuw kunnen beginnen. Hmm. Dat je ook heel je ruimte daarop kan inrichten. Precies. Want ik persoonlijk dat het kitsch kan overkomen. Ja. Als je ruimte niet zeker op is ingesteld. Het is best wel een luxe afwerking. Maar ik vond bijvoorbeeld die muur bij Laura, die hele lange, vond ik te heftig. Voor zo'n grote muur. Ja. Ja, kan ik me voorstellen hoor. Nou heeft zij er ook een filter overheen gegooid. Oh, waardoor die heel erg... Dat glans. Tenminste, als je hem bij haar hebt gezien. Ja, bij haar gezien. Dat is wel even leuk hoor. Pom was hier dus... Ik werd getipt via, omdat hij ook met... bij Laura was geweest om haar muren te doen. En toen heb ik de vlogs bekeken en het zag er zo gaaf uit. Ik heb hem gecontact. En het leek hem leuk om een samenwerking op te zetten. En dan krijg ik 25% korting van hem. In ruil voor dat ik dit met jullie deel. Dus dat is voor ons toch chill. En voor hem ook gewoon dat hij er wel gewoon wat aan verdient. Weet je wel. Dus nou, helemaal leuk. Het is echt een toppertje. Hij is hier bijna 2 jaar geweest. Hij heeft stalen meegenomen. Grote stalen die hij zelf gemaakt heeft. Ook van fabriek, kleuren, boekjes, van alles. Heel vet. En hij heeft al alles opgemeten. Hij gaat een offerte voor ons maken. En dat vind ik zo leuk dat ik dan nu met hem samenwerk. Want ik vind het heel leuk. Want het is gewoon, ik merk gewoon, het is gewoon een topper. Dat je weet ook zeker dat je gewoon een vet mooie muur gaat krijgen. Want ik heb al zijn werk mogen inzien. En nou, hele goede, fijne service. Heel goed gevoel bij. Het was echt heel erg leuk. Ook eigenlijk zo leuk om iemand in je huis te laten komen en te laten meedenken. Wauw. Maakt het zoveel leuker, hadden we echt eerder moeten doen. Dus nu lekker naar huis eten. En vanavond mijn les voor mijn eerste schooldag morgen gaan voorbereiden. Tenminste, dus nog even hard aan de bak. Oh, en mijn stoel staat er, maar dat zien jullie later wel. Hallo jongens, ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik film nooit meer een outro. Maar ik had dus een vlog van bijna 1,5 uur. Omdat ik op Instagram vroeg, willen jullie dat ik een hele lange vlog plaats? Aangezien ik zo achterloop. Dus dat heb ik hierbij gedaan. Dus volgens mij is het een maand aan beeldmateriaal of zo. En de volgende vlog zal dan weer wat langer zijn. En dan loop ik hopelijk weer gewoon. Of dan loop ik gewoon weer lekker bij. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Volg me ook even op Instagram. Want daar plaats ik echt superveel. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Doei!